merk ik dat het historisch bewustzijn van de gemiddelde Nederlander beroerd is als het gaat om de laatste resten van tropisch Nederland. Voordat ik deze roman kon schrijven, moest ik eerst een paar meter boeken doorploegen. Je moet hem een verleden verschaffen om mezelf een achtergrond te geven. Ja. Dat is dan een hele cruciale zin in het boek, lijkt mij. En als je zwijgt over iets wat je getekend hebt, en je kijkt als zo naar je vader, en je weet niet wie je vader is, wie ben jij dan? Het is een van de feiten die zo hardnekkig worden vergeten door de Nederlanders. Alle oorlogen zijn smerig, behalve de oorlog waar Nederland aan meedoet. En als er informanten zijn die niet willen spreken, dan worden ze eerst door de knieën geschoten, daarna doodgeschoten. En dat was een gewone methode. Dus was jouw vader, en bedoel ik eigenlijk de vader in dit boek, is dat een oorlogsmisdaad? Dus ja, hij heeft dingen gedaan die dat licht niet kunnen verdragen. Maar hij werd gestuurd. En dat is het verschil. Daarom zeg ik ja en nee. Maar mijn vader heeft wel eens tegen mij gezegd, het ging vanzelf. En toen vraag ik, wat bedoel je vader, het ging vanzelf? Wel nu, als wij de Dessa binnenkwamen als patrouille en we moesten iemand vinden, dan ging het als vanzelf dat wij geweld gebruikten. Dat werd een tweede natuur van ons. Als er nu een grootscheeps onderzoek komt naar wat is daar nou precies compleet vanaf 1946 tot 1950 gebeurd, dus niet van incident naar incident, systematisch onderzoek, zonder dat meteen wordt gezegd, die is de schuldige, dat is de schuldige wens. Maar echt een wetenschappelijk grondig onderzoek, en niet een klein excessendokaatje. Dan denk ik dat we er vanaf zijn. Kerst staat niet onderzoek alleen op een Hollandse dijk, maar op een omgekeerde prouw in een omgekeerde wereld. Hij is een verlaten prins in een luguber sprookje. Elk ogenblik kan de bandier over hem heen golven. Dat is de thuiskomst van mijn vader. Gaan boos bij. Als iemand mij nou maar had opgeraapt en in zijn zak gestopt en daar gelaten had,
dat af en toe een hand mij vond, voelde hoe zacht ik was en dan weer losliet. Of op de vensterbank gelegd, op het nachtkastje, in een rommeldoos, de keukenla. Ik heb nog nooit een reis gemaakt, ik moest zo nodig wortel schieten. Als iemand mij nou maar had opgeraapt, er was niets aan de hand geweest. Ik was kastanjebruin geweest, ik had geglanst, geglanst. Want later was ik wat gaan rimpelen en dan, nou ja, maar nu. Nu moet ik onvrijwillig transformeren, en zo'n beetje ook. En steeds als ik zo ongeveer gewend ben aan mijn nieuwe vorm, steeds als ik zo min of meer geaccepteerd heb dat ik ben zoals ik ben, dan ben ik alweer anders. En als het nu zo was dat ik gekozen had om zo te zijn, dat ik het wilde, steeds een ring erbij, zoveel soortgenoten aan mijn takken en een veilig stekelhuis, zo anders dan ikzelf, want weet ik het nog goed. Ik heb het opgegeven te zijn zoals ik ben, ik groei maar mee met wie ik worden zal. Af en toe hoor ik dat iemand zegt hoe mooi ik ben, in mijn schaduw gebeuren dingen die de moeite waard zijn. Wow. Sommige mensen worden nog een keer geboren. Joseph Beuys bijvoorbeeld. Tijdens een sneeuwstorm. Neergestort. Half bevroren en bewusteloos gevonden door een half wild volk. Dat hem insmeerde met dierlijk vet. Hem wikkelde in een filterdoek. Dierlijk vet. Een filterdoek. En iemand die het zag en het belangrijk genoeg vond. Nog een keer geboren worden omdat het één keer niet genoeg is. Om te weten dat iemand je wilde. Wilde dat jij er was. Iemand anders dan je moeder, want je moeder gaf je leven, maar het nog eens aan je geven, dat kunnen de meeste moeders niet. Zo. Dit is de salonschaal. Je krijgt er ook een, alsjeblieft. Ze zijn gemaakt, laat ze even zien aan het publiek, ze zijn gemaakt door Patty. Patty Schilder. Die, Wel alles op